Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Wisselend beeld vandaag met wolkenvelden af en toe wat zon en op de meeste plaatsen is het wel droog gebleven en enkele bui viel slechts. En als we naar de satellietfoto kijken, dan zien we dat beeld ook vanuit de ruimte, met opklaringen, met wolkenvelden. En met name in het noorden noordwesten zijn de wolken wat dikker op dit moment met hier en daar dus een enkele bui. Daarachter zit een gebied waar de zon van tijd tot tijd schijnt en waar in ieder geval opklaringen voorkomen en daar weer achter krijgen we dan te maken met dikkere wolken en een paar buien. Dat is in grote lijnen het weerbeeld. Laat de computer ook mooi zien. Opklaringen in de avond nacht wat lichte regen. Dat trekt morgen geleidelijk weg. En daarna ook weer wat opklaringen met een enkele bui. Al volgens de laat op woensdag weer een nieuwe storing aankomt, en die blijft dan een beetje slepend over ons land liggen. Met donderdag ook nog een tijd lang wat regen. Later op de dag enkele buien. Licht weer weer en dat komt natuurlijk allemaal omdat er lage drukgebieden bij ons in de buurt liggen. Met de kern in de buurt van Schotland en daaromheen circuleren toch wel regelmatig al dan niet zwakke storingen. Nou, wat betekent dat voor vanavond? Dat betekent dat de bewolking wat toeneemt en vooral laat op de avond neemt van het westen uit de kans op wat neerslag ook toe. Daarvooruit zal het niet helemaal droog zijn, maar droog weer overheerst toch wel, met vooral in het oosten ook nog opklaringen. In de nacht dan, van tijd tot tijd wat regen, trekt voornamelijk richting het noordoosten van het land. En in het zuidwesten wordt het later alweer droog. 12 tot 14 graden de minimumtemperatuur, om dan morgen weer met maxima op de proppen te komen van 18 tot 21 graden. Een enkele bui in de ochtend dan een tijd lang droog en in de avond neemt de kans op neerslag toch weer toe vanuit het zuidwesten. En dat lichtwisselvallige weer houden we donderdag, vrijdag en zaterdag. Met temperaturen van ongeveer 18, 19 graden. Op een enkele plek 20 of 21 vooral op de vrijdag. De zon schijnt van tijd tot tijd te trekken. Soms wat storingen over met wat regen of een paar buien. Dan nog even de temperatuur voor de dagen daarna. Daar zit eigenlijk niet of nauwelijks verandering in. Ligt vanaf zondag steeds zo in de buurt van de 20 graden. Dat is redelijk normaal voor de tijd van het jaar. En daarbij lichtwisselvallig weer. Ik ben Marco Verhoef